Right, little family of goats. Meer koetjes, maar twee kleine kippetjes. So is anyone already a little bit in love with the city? Raise your hand if you are. Okay, quite some people. So, it might be early, but you should start considering buying an apartment here. Now on the right, we have a good opportunity. Two-bedroom apartments, twee slaapkamer appartement te koop hier. 800.000 euro, and this one. 800.000 euros. Now for this price, you get two bedrooms, 100 square meters. You have a nice view on the water, of course. And on a nice summer day, you hear my voice about 7 times a day. And here on the right, Canadian goose. Now the government is actually trying to kill them. Because these kind of gooses, they are not, they are a foreign species. So the government is trying to destroy all the eggs of this kind of bird. To get rid of them because they threaten local bird species like the coot, for example. Dan hier aan de rechterkant staat het Oud Justitiepaleis van Gent. Dat dateert uit de 19e eeuw, in neoclassieke stijl. Nog altijd in gebruik door het Hof van Beroep en het Hof van Assisen. Ooit bijna helemaal afgebrand, de hele binnenkant werd verwoest. De buitenmuren zijn wel nog de originele, die zijn blijven recht staan. So in the corner here, to the right, we have the old courthouse, the old Justice Palace, 19th century building. Now in that time, the prison of Ghent was also near the river, so the transport of criminals was done by boat. This is why they still have doors over here. So here the boats could dock, bring prisoners inside the building. En dus het transport van gevangenen werd per boot uitgevoerd, vandaar dus die deuren. En dus onze rivier was nog een actieve waterweg voor goederentransport tot in de jaren 60. Dus grote schepen moesten door ons stadscentrum kunnen varen. Dat hield wel in dat alle bruggen moesten kunnen opengaan. Nu, dit hier is een zogenaamde draaibrug. Ze kan horizontaal roteren met de wielen op de rails aan de linkerkant. So all the bridges in Ghent, they had to be able to open up. This here is a so-called rotating bridge or a swing bridge, so it can turn around horizontally with these wheels. Now in the Middle Ages, we already had wooden rotating bridges. They were replaced by these steel ones in the Industrial Age. Today we don't use them anymore, but once a year they are opened up just to check whether they still work. A party or a celebration the day that you open them, or just to test? And they are just a little bit okay. Should be
huge party in the city. Because the bridge goes open. yeah, why not? Starting. And so as you can see, everyone is allowed to use the waters of Ghent. You can use a kayak, you can use a canoe, you can use a subboard. You can use an inflatable pink flamingo, if you'd like. The only thing that is not allowed here in Ghent is swimming in our waters, because there's a lot of trash in it. For example, every year we remove about 500 bicycles from the river. These get thrown in by drunk students, they find this very funny, so the city yearly cleans up the river. En dus jaarlijks worden er ongeveer 500 fietsen uit ons stadswater gehaald. Die worden erin gegooid door zatte studenten. En dat is dus een van de redenen waarom zwemmen niet is toegelaten. Verder is de waterkwaliteit ferm verbeterd. Het is heel wat vissend water. Ook heel wat lokale watervogels enzovoort. The left bridge, look up into the tree. Here you can see all these white birds. Now, if you come back when it's dark, you will see that they are in fact blue. In each of them there's a little light, so they get lightened up in the evening. En dus 's nachts worden dan allemaal blauwe vogeltjes. Kunstwerk dat hanteert in 2012 werd gemaakt voor het Lichtfestival. So earlier I told you that everyone drank beer. So who becomes rich? The beer brewers. And the Guild of the Beer Brewers, they financed the construction of the biggest church that we have, which is the St. Michael's Church on the left-hand side. The biggest out of a total of 55 churches in our city. En dus mijn stad heeft ongeveer 55 kerken. Dit hier is de grootste, de St. Michielskerk. Was origineel de kerk van de bierbrouwersgilde. Moest ook de hoogste kerk worden van Gent. Er stond een prachtige gotische toren geplant, 135 meter. Dat is groter dan de kathedraal van Antwerpen. Maar die toren is nooit gebouwd omwille van geldproblemen. Make sure to tip him for me. So we have returned to the old harbor. Now this place, it used to be full of ships. On the ships, it used to be full of men. Lonely men, far away from home, far away from their wives. So in the evening, they went looking for some love. Now they could buy some love on the left-hand side, in the red house. On the facade, you see two golden swans. En dus links, rode huis hier, Marriott Hotel. Daarnaast ziet u twee gouden zwanen. Die twee zwanen die kijken weg van elkaar. En daarmee waren ze het symbool voor liefde en ontrouw bedoel ik. En het symbool voor prostitutie. So normally when two swans, when they look to each other, they form a heart, symbol of love. But when they look away, they were the symbol for prostitution. This was a brothel, a house of pleasure.
Nu, vroeger was de enige natuurlijke weg van Gent naar de Noordzee de rivier de Schelde. Het was een lange weg, bovendien moesten Gentenaren passeren in Antwerpen en daar tol betalen. Nu, niemand betaalt graag tol, zeker geen Gentenaar in Antwerpen. Dus op een bepaald moment namen ze hun schop en ze zijn beginnen graven. En de Gentenaren hebben toen het eerste kanaal van Europa gebouwd. Dit hier is de Lieve uit de 13e eeuw. Het was in totaal 45 kilometer lang. So we are now entering the oldest canal of Europe. This here is the Lieve, 13th century. It was a very important canal because this canal was a direct connection between Ghent, Bruges and the North Sea. It was about 45 kilometers long. It was built in less than 20 years. And now, the moment you've all been waiting for. You're on the right. Dun, 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 dun. Het Gravensteen, the castle of the counts. So more than 1,000 years ago, my city had a problem. And the problem, it came from the north. The Vikings. They often sailed onto a river. Here they attacked our villages, plundered monasteries, and burned churches to the ground. So in the 9th century, our city started building defenses, and here they built a watchtower in wood. It was only centuries later, in 1180, that this stone castle was built as the official residence of the Counts of Flanders. En dus het Gravensteen in zijn huidige vorm werd gebouwd in 1180 als de residentie van de graven van Vlaanderen. Nu, een kasteel in het midden van de stad is nogal ongewoon. Meestal worden dit soort burchten aan de rand gebouwd. En want het is ook logisch, als de vijand hier aan uw deur staat, dan is uw hele stad al ingenomen. Maar dit kasteel werd niet zozeer ter verdediging gebouwd, maar vooral gebouwd door de graaf van Vlaanderen om te tonen wie de baas was. En want de Gentenaren, dat was een rebels volkje, kwamen af en toe in opstand. En dus moest hij zijn macht tentoonstellen. Nowadays this castle is a museum that you can visit. Has a very good audio guide. Written by a Belgian comedian. En dus heeft een audiogids geschreven door Wouter de Pre. Dat is een Vlaams comedian.